Volgers van Peter Gilis zijn behoorlijk verrast door een recente foto die hij vanuit Spanje deelde. Op de foto, waar hij naast zijn vriendin Wendy van Hout staat, is te zien dat Peter weer terug lijkt te zijn bij zijn vroegere figuur. Hola amigos! Wij zijn even de accu aan het opladen en lekker aan het genieten, schrijft Peter Chilis bij de foto op Facebook. Veel mensen uiten teleurstelling over zijn verschijning. Jammer van je buikje, Peter. Je was zo goed bezig met afvallen, reageert iemand. Een ander schrijft: Volgens mij zit je accu al vol. Vorig jaar meldde Peter dat hij maar liefst 28 kilo was afgevallen. Op Instagram deelde hij enthousiast: Gas erop. De kilo's vliegen er nog steeds af, ben in totaal al 28 afgevallen. Op naar de 100 kilo. Nog maar een kilo of vier te gaan. De motivatie om af te vallen kwam voort uit zijn ziekenhuisopname in 2022. Peter werd toen met spoed afgevoerd in een ambulance omdat hij onwel was geworden. Met een hartslag van slechts 30 en vrees voor het ergste, zei Peter destijds, dit is een wake-up call, ik moet nu echt iets aan mijn gewicht gaan doen. Ik was eigenlijk dood in het ziekenhuis. Ik reageerde nergens meer op. Uiteindelijk is het een zware suikerkoma geweest.